Hoi, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en ik heb eventjes een maskertje in mijn haar zitten. En dat ga ik gewoon de hele dag zo laten. Of althans, ik ga nu naar Litchi. Want ik ga morgen samen met Kiana naar Miami. Ik heb er echt ontzettend veel zin in. Echt even een meidenvakantie. Ik kan me niet eens meer herinneren wanneer ik echt alleen met een vriendin of met een groepje of zo op vakantie ben geweest. Ik ben natuurlijk wel veel weg, vooral de laatste tijd. Maar ik heb dat niet heel erg veel gedaan als het niet voor werk was, zeg maar. Dus ik heb daar heel erg veel zin in. Ik ga nu naar Litchi om even wat outfits op te halen en wat terug te brengen van Dubai. En dan ga ik daarna mijn haar en zo uitwassen en eventjes een hele self-care doen voordat we in het vliegtuig gaan. Nou, ik ben dus bij Litchi en ik ben allemaal leuke outfits aan het passen. En kijk even hoe leuk deze kleur is. Toch? Dit is echt mooi. Ik ben weer thuis. Ik ben mijn vlog aan het editen. Maar ik ga eerst eventjes die Olaplex er weer uitwassen. En mijn haar opnieuw even helemaal wassen. En dan ga ik... ik vergeet helemaal de hoek. Even snel skincare doen. En dan ga ik verder met het editen. Voor de mensen die langer mijn video's kijken, die weten dat ik heel veel verschillende skincare gebruik. Omdat ik al een aantal favorieten heb, waaronder dus ook Clay & Glow. Ik heb ook een samenwerking met hun. En ze hebben een nieuw masker, namelijk het Avocado Moisturizing Mask. En dit is een overnight masker. Die hoeft er dus niet af als je gaat slapen. Je brengt hem gewoon dun aan en je kunt hem er ook al weer afhalen. Maar ik ga nu even mijn huid extra voeden. Ik ga hem ook meenemen op vakantie. Omdat mijn huid wordt van een vlucht altijd zo ontzettend droog. En ze hebben ook een klein masker. Die vind ik ook super fijn. En die is weer heel goed voor het verwijderen van oneffenheden en vettige T-zone bijvoorbeeld. Dus ik combineer hem ook wel eens. Dat je bijvoorbeeld hier het klein masker doet en dan hier het avocado masker. Ik had hem toen ik met Rob naar Dubai ging voor de eerste keer mee. En ik merkte toen echt mega verschil toen ik er een nacht mee ging slapen. Dat mijn huid echt veel gevoeder en gehydrateerder aanviel, oh my god. Dus ik breng hem nu aan omdat ik morgenochtend dus moet vliegen. Gewoon even om mijn huid te voeden. Omdat ik nu voorlopig toch even geen make-up op doe. En dan vanavond als ik ga slapen breng ik hem weer aan en dan slaap ik ermee. Maar hij voelt heel... voedend en iets dikker aan dan bijvoorbeeld die clay mask. Het zijn echt wel twee totaal verschillende maskers. En ik heb ook een kortingscode, namelijk met Monica 15 krijg je 15% korting. En ik zal het linkje naar het masker even in de beschrijving delen. Dan ga ik nu mijn haar laten opdrogen aan de lucht, zodat het niet met heel veel hitte hoeft. En dan ga ik ondertussen mijn vlog editen. Ik ben de Dubai vlog aan het editen. Echt, oh, ik heb zo'n heimwee als ik dit allemaal zie. Ik kan het niet aan. Ik ga morgen natuurlijk alweer weg. Echt ziek. Sarah Lizzie komt nog eventjes gedag zeggen. Ik denk dat ze er echt binnen nu een 5 minuten is of zo. En dan blijft ze de hele week bij Lars. Want Lars is dus in Nederland. Maar oh my god. Oh, het is zo lekker om dit weer te zien. Oh. Gewoon nu alweer zin om met haar weg te gaan. De vlog is echt super traag aan het uploaden. Ik moet eigenlijk mijn koffer inpakken. Maar Rob is net klaar met sporten. En we gaan heel even snel nog een hapje eten bij Momo. Ik heb een blazer aan van Kos. Tasje Chanel. Shirt Gucci. Broek Naked. Shoes Axel Arigato. En we gaan nu even lekker eten. Cheers, Moppie. Goedemorgen, het is vandaag... dinsdag. En ik ga naar Schiphol. Rob is mij even aan het helpen met mijn koffers. En dan ga ik de taxi in naar Schiphol. En dan, oh my god, Miami. Oké, nou ik ben op Schiphol. Dus niet echt. Kiana heeft een soort service geregeld. Daar kan je naartoe. En dan word je naast Schiphol naar een gebouwtje gebracht. En dan krijg je eigenlijk een eigen kamer. Dan kan je hier chillen. Ze zijn nu mijn koffers aan het inchecken. Ze zijn nu... paspoortcheck aan het doen. Ik zit hier. Ik krijg straks een koffietje. En je hoeft letterlijk niet in de rij te staan. Je hoeft letterlijk niet op Schiphol rond te lopen. Je hoeft niet te overbruggen tot je naar je gate kan. En onzin te kopen omdat je je verveelt. Het is echt fantastisch. Kiana is onderweg. Maar die man zei al, je raakt helemaal verwend. Als je dit 1 keer doet, ben je klaar. Nou, dat denk ik dus ook. Het is echt fantastisch. Oh. Wat een top begin van je reis.
Kijk eens wie we hier hebben. Good morning. De lieve Kiana die deze geweldige service heeft geregeld. Oh, wat? Oesters? Ze hebben alles. Oesters en kaviaar? Maar het is 9:00 PM. Niet dat dat ons heeft weerhouden van een glaasje champagne bestellen, maar... Ja. Oh, dit is het ontbijt. Oh, ik dacht al, jezus. Mina. Oh, lekker. Oh, ex-Benedict. French toast. Alles is echt heel lekker. Wat niet normaal. Wat top dit. Jezus. Goed hè, en het is een prachtige ding. Het is echt, echt prachtig. Every single room is unique. I love it. Ja. Oh, ik heb zoiets doms gedaan. Ik heb dus de vlucht verkeerd geboekt. Ik heb vandaag ook een terugvlucht geboekt. Via Parijs. Oh my god. Ik dacht dus dat we een overstap zouden hebben op Parijs. Gelukkig niet, maar ja. Nu nog een terugvlucht. Oh, wat dom. Wat dom, dom, dom. Kan gebeuren. Ja, maar ook nog eens is deze vlucht, die terugvlucht die ik heb geboekt, vandaag. Dus dat, dan ben je ook al te laat om te cancelen. Ja. Toch? Of kunnen we nog... Ja, hij is bezig misschien. Nee. Ik moet work some magic. In ieder geval hebben we lekker ontbijt klaarstaan. Ja, ik vind het echt zo leuk, je outfit. Met die tas en alles en de bank. Je bent helemaal schoenen. We're going for airport chic today. Love it. Van mij in de X en de Jet Set. Roep ze ook al, moet je naar Schiphol? Oh, is... Nee, sorry. Not yet. We worden nu van het VIP Center gebracht naar het vliegtuig. Nou, het is echt helemaal top dit. Ja, leuk hè? Niet normaal chill. Ik ben used to it. Echt top. Nou, we zijn er weer geland. Ik heb letterlijk niks van deze vlucht gefilmd. Maar we zijn er. We zijn in fucking Miami. Oh mijn god, echt het geluksgevoel wat ik nu heb. Niet normaal. We zitten in de taxi. Geland en wel. Oh my lordy, ik heb zoveel zin. Wij allebei. Wow, deze lach klonk echt als Kris Jenner. Ik weet niet of dat een compliment is of niet. Een beetje een evil laugh, maar I love her too. Oké. 951, yes. Brickle. En voor iedereen die in de comments wil gaan zeiken dat Kiana Nederlands en Engels praat deze vlog. We're in America, honey. So, we zijn niet meer in Nederland. I'm gonna speak in English. En ik af en toe misschien ook. Ja. Dus je kan er alvast wegklikken als je dat irritant vindt. If you think it's annoying, please. Pak af. Oké, we gaan helemaal genieten. We gaan lekker naar het appartement uitpakken. En dan gaan we gelijk naar een nieuw winkelcentrum wat dus in de buurt zit bij het appartement. Brickell City Center, alvast een tip van mij. Ik kan niet, ik ben helemaal excited gewoon. Kijk, een ik palm trees. Ik hou van Amerika, hè? Jesus maar vooral Christ. Miami. Ik vind Miami geen Amerika bijna. Ik snap wat je bedoelt. Nee, ik vind Miami meer een Latin, I don't know. Ik snap wat je bedoelt. Latin paradise. Ach, mensen. Echt, ik heb echt flashbacks naar... 7 jaar terug? Zoiets. Echt, echt in... Even een oude vlog linken. De oude vlogs, ja. Nou, ik ging net een stukje kijken. Ik schaam me de ogen uit mijn kop, dus doe maar niet. Maar toen was ik ook in Miami en ook met jou. Ja. Tenminste, ik was met Amber en Sar en jij was hier met jouw toenmalige vriend. Ja. En we hebben echt de leukste avonden ever gehad. En nu ik weer hier ben... The feelings are coming. Echt? Ja. 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 Maar nu zijn we gewoon 20 jaar ouder voor mijn gevoel. Oh. Wijzer. Ja, beter. Echt helemaal tof. Ach, kunnen niet ook naar een leuke sportwedstrijd of something? Een heat game ben ik aan het proberen. Dat is leuk. Tatiana is er nu mee bezig te vallen. Love it. Ja. Ik hou daarvan. Nou, we zijn in het appartement aangekomen. We hebben even uitgepakt, gedoucht, opgefrist. Ik heb een jurkje aan van Alexis via Litchi. Ik zal al mijn outfits deze vakantie proberen te delen. Zodat het niet allemaal in de comments hoeft. Maar ik heb heel veel van Litchi. Dus ja, ga daar ook vooral op de Instagram kijken en zo. Volgens mij is deze collectie nog niet uit. Maar komt er heel snel aan.
En dan zie je alle jurkjes en de details en de merken en zo waar ze van zijn op die Instagram. Maar we gaan nu heel even wat eten en dan gaan we naar het winkelcentrum toe. Ach, het is niet super super zonnig nu, maar ja, ik ben heel blij. Echt zo chill. We zijn eventjes lekker wat lunchen, of tenminste lunchen, het is al 6 uur. Perfect, thank you so much. No, I'm fine. Yeah, thank you. Wat een lieverd is zij. Maar 21% tip, hè, bijna. Ja. Work for it, girl. We zijn weer terug van het winkelen en uiteraard zijn wij dus voor geweest. Ik heb al wat dingetjes gekocht. Nepwimpers. Nou ja, echt gewoon van alles eigenlijk. En we gaan ons nu even klaarmaken en dan gaan we straks eten bij Zumba. Dit is dus een regular avond uit met Kiana en mij. Ik met een jeans, nee, een zwart topje, een domme blazer en nog eens een groene tas en nog eens grote blokhakken. En then we have She looks this way nicer, girl. Is niet waar. Dit is veel makkelijker. Jij hebt een echte look, een hele outfit. En ik vind die tas juist leuk dat die zo. Well, thank you. But I think you. Och, look at that ass. Wij gaan lekker eten. We zijn bij Zumba. Kiana heeft een hele spannende cocktail besteld. Is hij is vies, hè? Ja, hij is ook maar sterk. Ja, sterk. Hi. Hi. Oh, dit is het allerlekkerste gerecht ooit. Oh, dit is zo lekker. Er komt nu een heerlijke tonijn en zalm tartaar aan. En die is echt to die for. Echt. We have the ladies tuna and salmon tartar. So it's gonna be served with the seaweed rice crackers. Thank you. And we have the specialty edition of the Onsetra caviar. Oké, nou, we hebben lekker gegeten bij Zumba en we zouden eigenlijk daarna nog naar een photo exhibition gaan. Ja. Maar we zijn zo moe. Het is nu 11 uur, we zijn thuis. Ik ben kapot. Miami, we're here for a while. We're ready to party. Wij gaan een partij slapen, daar word je eng van. Oh. We zijn ook echt lelijk. Dat zijn Miami plannen. Ja, wat een grote bek hebben wij gehad hier, jongen. Ongelooflijk. En nog hier zijn we er al aan. Nog geen etmaal zijn we hier. Goedemorgen. Word ik nou niet scherp? Dat zou ik heel irritant vinden. Ik heb echt een zieke jetlag. Ik ben vanaf 6 uur wakker. Het is nu 7 uur. Het begint eindelijk een beetje licht te worden. Ik heb echt super last van mijn oor. Ik denk dat het door het vliegen komt. Maar het doet mega veel pijn. Ik ben even wat dingen voor werk aan het doen. Net is de Steltse winactie. Ik heb ook een hele erg keelpijn. Oh, ik ga jullie later voorbij praten. Kiana slaapt ook nog. Oh. Oké, eigenlijk hebben we allebei de ochtend wat gewerkt en ik ben daarna weer in slaap gevallen. Het is nu 10:30 en ik heb echt ontzettend last van mijn keel en oor. Het is gewoon helemaal opgezet. Ik heb het idee dat misschien mijn amandelen of zo ontstoken zijn. Het doet echt mega veel pijn. Dus ik ga ook niet te veel praten, maar we gaan gelijk even een CVS opzoeken. Het is super warm trouwens, wauw. En dan gaan we de dag beginnen, maar ik hoop echt dat ik even me beter ga voelen zo. We zijn in de supermarkt en je begrijpt, ik word echt gek van alle heerlijke dingen die ze hier hebben. Het is, oh, lekker. Dat ook. Het ziet er allemaal die tasty video's, weet je wel, op TikTok en al die, ach. Wat heerlijk dit allemaal, zeg. Oh, lekker seaweed snackje ook. Och. Oh my god, ze verkopen hier in de supermarkt gewoon de original. Ja, we nemen het gewoon mee. Misschien eten we het niet. We're here for a good time, not a long time. Toch? Ach, wat een ongelooflijk heerlijke. Oh, je hebt je salmon. Oh, het ruikt je ook heerlijk. Die sushi lijkt me gewoon echt goed hier. Het ruikt echt super lekker. Broodjes. Oh, Jesus, fuck. Welke willen we? Deze ziet er goed uit, hoor. Die? Dit? The more pink, the better. Ja? Is dat niet gewoon kleurstof? We zijn met onze boodschappen gestrand bij een lunchtentje. En Kiana heeft kaassoep en ik heb iets groots. Wij hebben ons klaargemaakt. We gaan vandaag all white. En ik voel me echt een stuk beter. Ik heb net weer even de pijnstillers genomen. En we gaan zo de stad in voor een drankje.
En daarna gaan we gewoon eigenlijk een beetje kijken wat we doen. Maar mijn tas is super klein, dus ik ga niet mijn camera meenemen. Maar ik ga verder filmen via mijn telefoon. Dus als de kwaliteit slechter is, dan weten jullie dat. Althans, deze camera is ook niet alles. We zijn aan het winkelen. Nu ik het zo weer zie, denk ik echt, Jesus, wat doe jij? Wat lelijk. Hoe mooi is Monica met een hoed? Maar ik ben dus voor deze hoed gegaan met een hele leuke zonnebril. En Kiana heeft deze prachtige jurk aan. Het is zo mooi. Echt, I love it. Maar goed, ja, deze hoed. Ik heb hem al gekocht. Het voelt niet echt als mij. Maar ik vind het wel heel leuk staan. Wacht, ik ga jullie even een total look geven. Dit is de total look en dan met die blazer. Ik heb daaronder nog het glitterjurkje aan. Maar ik vind het zo wel echt heel leuk. Dit is de echte content. Dig in, honey. Sweet, for wij zijn vanmiddag eerst naar een hotel gegaan. En bij dat hotel gingen we eerst een drankje doen bij het One Hotel. En daarnaast had je een fucking leuke winkel. Dus we zijn helemaal losgegaan. Toen daarna gingen we naar een poolparty. Daar zijn we een uurtje geweest. En nou, was eigenlijk niet echt een poolparty. Want nou, niemand ging natuurlijk in het zwembad of iets. Het was in ieder geval een plek waar een pool was. En toen gingen we daarna even eten in het One Hotel. Boven op de rooftop was heel leuk. En nu zijn we weer thuis. Dus 12 uur. We gaan lekker naar bed. Ik ben kapot. Die jetlag hangt erin. Dus tot morgen. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Ik heb echt mega veel painkillers en keeldingen genomen. Maar het idee dat mijn amandelen en mijn oor ontstoken is. Dus ik ga zo naar de dokter hier. Ik hoop echt dat ik antibiotica kuur krijg meteen. Want ik heb er helemaal koorts van. Ik lag helemaal te stuipen. Maar ze hebben zieke painkillers hier. Dus dat helpt wel echt. Maar ik moet nu even het probleem aanpakken. In plaats van die pijn elke keer maar wegnemen. Ik probeer even wat te eten. Een bagel met creampjes en tomaten is echt mijn lievelingsontbijt. Echt, echt heerlijk. Gewoon, ik hou van Amerika. Ik wil hier zo graag wonen eigenlijk. Ik zie er niet uit trouwens. Ik lijk al dood. Ik voel helemaal opvlieger nu. Dus ik ga zo douchen en dan gaan we naar de dokter. Ik zit dus al 2 uur. Geen grap, 2 uur te wachten. We dachten eerst dat de receptioniste lui was. Maar ze was echt niet aan het liegen. Ik heb net een test gedaan. Een keelontsteking test. En die is positief. Dus als het goed is, krijg ik antibiotica. Het duurt allemaal zo lang. Oké, eindelijk antibiotica gekregen, ingenomen. We hadden reservering om 2 uur vanmiddag voor een lunch. Ik kan nog steeds niet echt top praten. Ik heb me opgemaakt en aangekleed. Omdat ik gewoon de dagen niet verpest wil laten zijn hier. Maar ik denk dat ik de avondplannen ga cancelen en gewoon moet gaan slapen. En nu zoveel mogelijk dingen eten waar nog enigszins vitamine in zitten. We zouden eigenlijk ergens heel fancy gaan eten, maar overal was file, dus we waren te laat. En de keuken was dicht. En nu zitten we in een soort foodhallen. We hebben lasagne. En Kiana is nu gefrituurde kip aan het halen. Oh, lekker. Dit was een van de betere lasagne's uit mijn leven. En nou weer vet en chunky. En die gaan we rollen door de straten. Nou, we hebben nog heel eventjes gewinkeld. En ik merkte toch dat ik me echt weer super slecht voelde. Dus ik ga... Kiana is nu eten met vriendinnen. En ik ga antibiotica nemen, painkillers. En dan ga ik slapen. Het is nu 9 uur 's avonds hier. Maar ik ben echt kapot. Echt vanmorgen. Oh my god. Nog wel iets meer. Ja, hè? Een bit toasty. Nou, goedemorgen. Het is vandaag zaterdagochtend. En ik kan eindelijk weer een beetje normaal praten. Ik heb echt 3 keer... op het punt gestaan om mezelf van een gebouw af te gooien. Ik had zo'n last van mijn keel en oor. En toen gisteren ging ik naar de andere kant. Dus ik heb eigenlijk ook niet meer gefilmd. Omdat ik dacht, laat ik gewoon eerst beter worden. En deze vlog slaat fucking nergens op.
Maar vannacht om 12 uur ben ik jarig. En daarnaast alweer zondag. En dan begint er alweer een nieuwe weekvlog. Dus ik dacht, ik moet op een moment starten. Wat ik wel nog had gefilmd, dat we boodschappen hadden gedaan. En dat we allemaal nasty as fucking shit hadden. Niet nasty, heerlijke shit. Heerlijke shit, maar echt nasty for your health. Ja. Exhibit A. Cookie dough. Fucking lekker. We zijn nu, as we speak, wafels aan het bakken. En daar gaan we cream cheese op smeren met maple syrup. I think it's good, right? Ja, het is perfect. Oh, het ziet er ook echt lekker uit. Oh ja, en we hebben net Krispy Kreme. Oh my god. En maar janken dat je ziek bent. Ja, maar dit is echt een Amerikaanse combinatie met cream cheese. Sounds disgusting, but it's truly delicious. En maple syrup. Maar dit is niet genoeg. Cream cheese is never enough. We gaan even kijken wat we vandaag gaan doen. Ultra is en Kiana heeft via een vriend van haar ouders echt topkaartjes geregeld voor alle drie de dagen. Alleen, ja, we twijfelen een beetje of we gaan. Muziek is een beetje. De muziek is niet per. Ja, het is gewoon heel heftig. En ik zit dus aan de antibiotica, dus kan sowieso niet drinken. En ja, je moet echt half tegen het randje van passing out zitten. Wil je het haar kunnen volhouden? Als het aan mij ligt. Dus ja. Ik wil ook nog een beetje shoppen en zo. Ik wil ook nog naar de Lululemon. En ik wil ook naar Bal Harbor. Ja. En ik heb er nog een verjaardagscadeau voor mezelf gekocht. Oh mijn god, ik heb het niet eens geunboxed. Ja, waar is het? Wacht, proef eerst dit. Oh ja, ik ga het. Ja, maar niet te veel. Oké, wacht. Er zit nog een lopje erop. Ach, ik heb hier zoveel zin in. Oh my gosh. Je gaat echt. En misschien moeten we ook weer even naar de supermarkt. Om meer te halen? Voor water. Oh en ja. Okay. Top. En ja. Cola misschien ook. Ik ga Tatiana vragen. Of er geen delivery services. Ja, ik zag dat 7-Eleven bezorgd over iets. Thank you, honey. Proef even. Oké, het is dus een wafel met cream cheese en maple syrup. En. It's amazing. Nou, cheers. Cheers, honey. Zeg maar dat het niet de juiste combinatie is. Het enige wat ik nog mis. Wat ga je zeggen? Niet zo. No. Oh, dat wordt weer moeilijk. Ja, wat? Een bacon strike. No. Om het nog een beetje gezond te maken. Een paar bacon bits gewoon. Bacon bits? Ja. A little crunchy, salty. Nou, kunnen we doen voor je 10.000 calories challenge. Ik wil dus heel graag de 10.000 calorieën challenge doen. Why? Ja. Ja. En de hele dag janken dat ik dik ben daarna. Ja. Goed. Ik heb dus echt de afgelopen dagen bijna niks gegeten. Klopt. Dus ik ben echt, omdat ik gewoon zo last had van mijn keel. Maar ik ben er weer klaar voor. Bulky time. Nou, ik lever helemaal op nu we eindelijk wat nuttigs kunnen gaan doen met ons leven. We gaan lekker naar het strand. Ik heb er heel veel zin in. Little Miss Diva on my left. Hi, is that the one that wanted to go to the beach with a Birkin? Just saying. Shots fired. En we zitten in zo'n lekkere auto. Echt, ik hou dus van. Als je hier een uur bestelt, je komt altijd. Je wordt altijd een soort bus opgehaald. Het is echt. Geweldig. Ik hou gewoon van Amerika zo erg. Ik kan gewoon blijven. Echt, ik hou ervan. Ik wil ook gewoon. We moeten eigenlijk ook nog een dag een roadtrip doen. Naar Key West of zo. Ja, iets. Of naar Orlando. Ja. Ik wil naar de Bahama's. Ik wil ook heel graag naar de Bahama's. Het is zo dichtbij, denk ik. Waarom zou ik niet gaan? Ik heb toch tot zondag vrij? Ja. It's possible. Yogurt. Nou, we hebben de hele dag op het strand gelegen. Oh, we gaan een leuke foto maken. Everyone say Miami! Miami!
Oh, er is een. Oh, een huwelijk hier. Nou, wat leuk. Nou, we hebben dus echt de hele dag op het strand gelegen. Het was heerlijk. En nu gaan we terug naar het appartement. Even kijken wat we verder gaan doen nog. Echt, ik ben echt super getent vandaag. Ik weet niet of je het kunt zien. Anyway, heel erg verbrand misschien ook zelfs wel. Maar love it. Echt, als ik dit zie wil ik wel ineens trouwen. Denk ik, oh maar het is zo cute. Echt heel, heel mooi en leuk. Gewoon lekker bij zo'n zonsondergang. Het strand in Miami. Erg prachtig. Love it. We zijn dus vandaag naar het strand geweest bij het Faina Hotel. En het is hier zo ontzettend prachtig. Het ruikt hier zo lekker. Echt, ik zou willen dat ik de geur die hier hangt en deze vibe in een soort geur kon bedenken voor een nieuwe Sophia May kaars en roomspray en diffuser. Dus ik ga proberen heel erg deze geur me op te nemen en opschrijven wat ik ruik en kijken of we ergens in de buurt kunnen komen. Het is zo lekker. En dit is ook allemaal zo ontzettend mooi. Echt, ach. Ik kan hier uren naar blijven kijken. Zoveel details. Echt eeuw. Maar nee, echt prachtig. Oké. Okay. Ik heb net gedoucht. Oh, ik ben zo erg verbrand. Het is echt not cute. Ik lachte net Kiana uit omdat haar neus is verbrand. Kijk mijn gezicht. Anyway. In Nederland is het al mijn verjaardag. Het is hier dus 5 uur eerder. En Kiana heeft dus van Rob een boekje meegekregen. Waar deze ring in zat. Ze heeft ze cadeau meegegeven aan Kiana. Echt zo lief. Echt dat ik denk, je bent zo schat dat je wil dat ik het precies op mijn verjaardag krijg. In plaats van dat je wacht tot ik weer thuis ben. Het is echt, hij is zo schattig. Echt heel blij mee. Deze ring wilde ik ook echt al heel lang. Ik ben echt obsessed. Zo lief. Anyway, we gaan ons nu snel klaarmaken. Ach, ik weet niet of er een foundation staat in de kleur burnt. Oké. Okay, deze Lobster Roll heeft zich klaargemaakt. Oh, het is echt heel erg. Ik ga die camera thuis laten, want het wordt niet te doen in dit tasje. Maar ik ga wederom vloggen met mijn telefoon. Dus we gaan nu eerst nog even een uurtje, denk ik, bij Ultra kijken. En daarna gaan we waarschijnlijk eten. En misschien daarna nog uit. Ik weet het niet. En om 12 uur ben ik jarig. Oh my freaking lord. Oké, okay, we zijn dus heel eventjes naar Ultra gegaan. Een uurtje. Het was... Wat is dit? En dit ook. Toen gingen we eten bij Komodo. En ik heb voor de tweede keer in mijn leven... Ik denk dat ik het in een LA vlog ook wel eens heb gezegd. Oh, misschien is het gênant als ik nu zijn naam uitspreek. Oké. Okay. Ja, we zoeken eerst even een wc. Ik vertel zo verder. Ja. Ja, oké, we gaan even plassen. Oké, nou, anyway. We waren bij Ultra en toen dachten we, oké, wat gaan we doen? En we twijfelden een beetje of we naar Liv gingen. Of dat we bij een vriend van Kiana, die bij Komodo was, daar even gedag gingen zeggen. En we hadden super erg honger en hier was de keuken nog open. En echt 6 jaar geleden, toen ik in Miami was, hebben we hier ook gegeten. Was niet normaal lekker. En daarna hadden ze boven heb je een soort lounge waar dan een ja, soort clubachtige vibe is. En toen gingen we daar nog even partyen. En nu lopen we naar huis. Maar goed, Komodo is dus een plek waar je kunt eten. En een aantal jaar geleden was ik in LA in het Beverly Hills Hotel. En toen liep ik daar door de gang. En toen zag ik Jonathan
nog wat. Chuben, volgens mij. Chaban. Ja, ik denk Chaban. Dat, ja, Chaban. Ja. En toen Food God, dus de BFF van Kim Kardashian, die obsessed is met eten. En hij heeft een Instagram account en hij plaatst alleen maar fucking lekker eten daarop. Klopt. Echt, I'm obsessed alleen with him. Alleen maar ongezonde shit. Alleen maar ongezonde shit. Die man is bijna dood. Nou, dat was ook aan hem te zien. Nou, los van dat. Ik kwam hem toen dus tegen in die gang van het hotel. En ik was zo starstruck. Ja. Dat ik durfde hem niet te vragen om een foto. En hij hated myself for it. En nu liep ik binnen bij Komodo. En de eerste persoon die ik zie is gewoon fucking weer Food God. Gewoon, hoe bestaat het dat je deze gozer 2 keer in je leven tegenkomt op een plek waar je hem gewoon kan benaderen en zeggen, mag ik met je op de foto? En wederom heb ik het niet gedaan. Again. Ja. Dus ik verdien het ook gewoon niet. Stupid bitch. Nou. Nah. Wel, je bent gewoon niet, ja, per se starstruck genoeg om te gaan zeggen, can I take a picture? Nee, ik ben te starstruck dat ik het niet eens durf te vragen. Ja? Ja. Maar, ja, sorry, ik wil niet zeggen, maar hadden jullie de foto gezien? Ja, hij ziet er niet uit. Was het een hele andere mens dan wat je op Instagram ziet? No offense to him. Ja, maar ik denk letterlijk dat er iets ergs aan de hand is. Maar anyway, dit is niet voor hier. We zijn naar huis aan het lopen. We zijn er letterlijk bijna. We zijn hier links. Ach, heerlijk. Ja, en nou, love her life. Ja, doei, happy birthday Monica. Ja, oh my god, ik ben jarig. Ja, happy birthday, happy 21st. Thank you. We zijn lekker thuis, lekker slapen. Bis morgen. In onze matching. Ja, leuk. We zijn helemaal lekker gezellig. Do not film my lobster tan. Het is echt gênant alert. Het is echt gênant alert. Maar ja, vandaag een tomaatje, morgen een chocolaatje. Ik wist dat je deze saying niet zou kennen. Jan en Alleman. Goedemorgen. Jezus, ik lijk wel groen. Het is echt afschuwelijk. Ik lijk op Shrek. Nee, jou. Het is Fiona. Oh my lordy. Super lekker geslapen. Ik voel me echt super goed. Ik heb er helemaal zin in. We gaan vandaag lunchen bij Sea Spice. Ik ga eindelijk drinken. En vanavond komen Kiana de ouders, gaan we gezellig eten. Ik heb helemaal zin in vandaag. We moeten even kijken of we kunnen blowdryen. Oh ja, dat goed. En dan moeten we gewoon get up. Of dan gaan we gewoon in onze chill outfit haar doen. En daarna klaarmaken. Dus ja, ik heb er helemaal zin in vandaag. Nou, ik ga eventjes naar de kapper om mijn haar te laten feunen en blowdryen. En daarna gaan we naar een lunch. Maar ik neem mijn camera weer niet mee, want het past niet in mijn tas. Dus ik ga weer vloggen met mijn telefoon. Nou ja, trouwens, ik pop hem gewoon in mijn tas. Ik neem hem wel mee. Oh, ik glim heel erg. Maar anyway, ik ga nu even de lift in om de taxi in te gaan naar de kapper. En het was heel lief, dat was nog maar 1 plekje. Dus Kiana zei, ga jij alsjeblieft. Want het is jouw verjaardag, dus jouw haar mag mooi zitten vandaag. Ik heb het gevoel dat ik helemaal niet echt met jullie heb bijgepraat sinds ik hier ben. Eigenlijk omdat de eerste dag gewoon een beetje chaotisch was. Toen gingen we boodschappen doen en daarna ben ik gewoon ziek geworden. En heb ik eigenlijk niet meer echt een update gegeven. Dus ik dacht, ik praat jullie eventjes bij. Ik heb volgens mij ook het idee dat ik helemaal niet heb uitgelegd waarom we in Miami zijn. Of wat we hier doen, of waar we slapen, of whatever. Ik pak mijn oren van die lift. Maar eigenlijk was het, ik ging in december eten met Kiana. Hi. Ik ging in december eten met Kiana. En toen voelde ik me echt een beetje down. En het was een beetje het staartje van corona. En ik had al heel lang niet echt het gevoel dat ik iets leuks had gedaan of zo. En toen zei Kiana, nou ja, mijn ouders hebben een appartement in Miami. We kunnen ook gewoon daar binnenkort heen gaan. Toen dacht ik, nou, wanneer is het dan leuk om daarheen te gaan? En deze week ben ik natuurlijk jarig. Dus ik dacht, nou, dan doen we het in die week. En het was nu dus ook nog eens Ultra Week. Of nou ja, in ieder geval Miami Music Week. Dus dan is Ultra ook. En ja, eigenlijk het enige wat we hoeven te doen is tickets te boeken. En we kunnen hier slapen.
Wat echt super fijn is. Ja, ik hou hier toch van dat je een Uber bestelt. Dat je in een soort vrachtwagen wordt opgehaald. Hallo. Yes. Oké, ik praat je zo even bij zonder muziek. Oké, ik ben net naar de Blow Dry Bar geweest. Dus ze heeft het wel echt heel mooi gedaan, moet ik zeggen. Ik wacht nu even op Diana. Die komt deze kant op. En dan, ik heb het idee dat mijn wimper losgaat. Dat zou irritant zijn. Maar ik ga dus even in de winkel kijken, want Kiana is er nog niet. En dan gaan we lekker lunchen. Oh, blow dry naar de pleuris. We zijn bij Sea Spice. En we hebben een lunch. Het is zo gezellig hier. We gaan lekker eten. Oh, het is echt een topplek. Als je ooit in Miami bent, heeft een lunch op zondag. Sea Spice. Oké. Niet oké. We zijn niet oké. Nee, we zijn niet oké. We zijn fucking dronken. En vol. En vol. En oké, dus storytime. We slapen in het appartement van de ouders van Kiana. Zeg ze dat. En nu zijn de ouders van Kiana hele leuke, begane, lieve, young-minded people. Shout-out to you guys. Shout-out to you. And yes, that's that check out every single vlog. Maar. Oké. Kiana en ik hebben deze week gewoon even gedacht. Alle verantwoordelijkheden die we hebben in our daily lives gaan we even loslaten. Ja, terecht. Terecht, want we deserve it. Maar we hebben dus geen fuck opgeruimd. Zelfs de watjes waar ik mijn make-up mee heb afgehaald, heb ik niet eens de moeite gedaan om ze weg te gooien. Ik heb ze neergelegd op de plek waar ik was. Al mijn borden van ontbijt en dat soort dingen. Ik heb ontbeten en het gewoon daar gelaten. De cream cheese resten liggen naast het bed. Nee, je begrijpt het. Nou. Zo ver gaan we hier ook niet. Maar bijna. Maar goed, we hebben echt als een stel varkens geleefd. En iedere dag, piggies in the blanket. Voordat we... Shout out to you if you know who you are. Piggy in a blanket. Fuck if you. You know. Freaking piggy in a blanket. If you ho, you know. Anyway, Kiana en Kiana, haar moeder en haar man, die zijn nu dus eventjes in Miami voor één nacht. Omdat ze morgen een overstap hebben, want ze hebben een huwelijk. Maar toevallig op mijn verjaardag en we gaan vanavond gezellig met ze eten en helemaal alles leuk. Nu zegt Justus dus, de man van Kiana, de moeder. Hey Kiana, ik ben onderweg naar het appartement, want ik heb nog even iets nodig. 15 minutes. 15 minutes. Ja, niet eens. Je had me echt gebeld. 15 minutes. Niet eens van, is het ook morgen rond 3 uur? Nee. Gewoon 15 minutes. Van, ik ben al onderweg. Alles wat je nu zegt gaat niet helpen. Vooral de cleaning kast. Right now. Het huis is echt. Iedere keer als ik ging vloggen, dacht ik Jana ook van, oké, maar lift je camera of begint vloggen in de lift, want mijn moeder gaat gek. Ik zou ook echt, het looks like a frat house. Gewoon een gekke studentenhuis. En nou ja, hij is nu daar, as we speak waarschijnlijk. Maar je moet even die foto laten zien wat mijn moeder stuurt. Dus ik heb de moeder van Kiana echt een voice memo gestuurd van een minuut lang. Ja, beste vriendin, wat, Anouk. Ja, wat echt al embarrassing is, omdat... Je gaat niet iemands time wasten met een minuut voice memo. Maar anyway, oké. Ik heb een hele lange voice memo gestuurd. Met I appreciate if we can so stay. Grateful, so grateful. La 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 la. But we're piggies in a blame. We are little pigs and we're working on it. Not really. Dus ik zei tegen mijn moeder, don't look. Pretend to be blind. Ja. Stuur ze een foto van de man. Met een sleeping mask op zijn gezicht. He will go in like this, don't worry at all. Actually, he might just pick up packages that we ordered and leave. Really, no problem. Probably a present for me. He's in and out. Dit zegt ze tegen Monica en mij gaat ze gaat Kiana straks in het... She's gonna disinherit me. Papje mens gaat ze je uitschelden, maar goed. That's not my problem. Nou, fun story. Storytime. That was it. Wij gaan een leuke outfit scoren voor vanavond. To impress them dat we wel volwassen meiden zijn. Komen we daar met een kooltrui. Hey guys! En een clutch. Om even een update te geven over het verhaal van net. Dit is een kleine sneak peek van mijn kast. Met alle spullen overal.
Echt vreselijk erg. Maar we zijn weer klaargemaakt. En we gaan nu eten dus met Kiana de ouders. En dit is de outfit. En ik neem dus dit tasje mee. En die is al dan niet kleiner dan mijn vlogcamera zelf. Dus die ga ik wel thuis laten. Dus ik film weer met mijn telefoon verder. Dus ik zie jullie morgen weer. Of vanavond als we thuis komen. Oké, nou, wij zijn net naar 11 geweest. En oh my god, honey. Ik zit niet in mijn baan. Ja, yeah, I know. Daarom zei ik al 3 keer tegen je, to stop it. Met je domme kutverhaal. Zie je nou? Mijn verhaal is ook echt dom. Ik ben wel met jou. Oké. Okay. Ja. Ik dacht, we doen een soort throwback. Want vorige keer liep ik ook uit 11, maar toen was het licht. Different story. We waren wel allebei verbrand, dus... Ja, we hebben het licht niet gezien. Dat wel, ja. Vandaag een tomaatje. Morgen chocolaatje. Ik probeer Kiana... Tata te maken. Anyway, we gaan... Hey, ik heb een $1 bill aan mijn schoen geplakt. Nee! Ja, en now it's gone. Now it's nothing. I'm so sorry. Maar goed, we zijn dus naar... Eww, dit is echt het allervieste wat je kan doen. I swear to God. Als je dit terug gaat zien, ga je ook echt schamen voor jezelf. Dat je dit bij mij hebt gedaan. No. Jawel, je wil. Je gaat het zeker. Anyway. 11 was erg gezellig. Ik heb gewoon Uber Eats, dus ik doe het wel. Ik heb het ook, maar... Blijkbaar niet. Nou, zie je het wel. Maar we gaan lekker naar huis. En we gaan lekker eten bestellen. En dan slapen. Dus inmiddels, wat is het? Hoe laat is het? Kwart over zes. We zijn weer thuis. Het was echt super leuk. Het is letterlijk al 6:15 inmiddels. Misschien 6:30. En in Nederland is het nu echt al zwaar overdag. Dus ik belde erop net. En die was een broodje aan het halen voor lunch. En ik ga even lekker mijn make-up eraf halen en dan naar bed. Ik zie je morgen. Goedemorgen, ik sta een bagel te maken en de beelden van mijn vlog zijn aan het importeren. Doe ik deze straks erna, maar ik ga hem afsluiten, want ik ga editen. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga nog even voor de volgende week de eerste 2 Miami dagen leuk proberen te vloggen. Omdat... Dat is ook voor mij wat anders misschien dan verwacht. Maar ja, tot de volgende keer. En bedankt voor het kijken.